Hallo allemaal, welkom in dit webinar. We hebben zojuist een webinar van onze Nederlandse fotoreizen gegeven. Een deel van de deelnemers die daarbij aanwezig waren, zullen waarschijnlijk ook in dit webinar aanwezig zijn. Ik zie dat het aantal deelnemers nog oploopt, dus we wachten nog even een minuutje en dan starten we de presentatie op. Ik stel alvast de collega's voor die je ziet als het goed is. Patrick Gijsbes en Dirk Beltman. Patrick zal zo meteen jullie vragen allemaal gaan beantwoorden. Dirk en ik ook ondertussen, maar wij doen ook de presentatie. Het is de bedoeling dat je de vragen allemaal stelt in de Q&A die er staat. Die zie je onderin je scherm, zie je die waarschijnlijk als het goed is. Dat kan al tijdens de presentatie, dus tijdens de presentatie geven we gewoon de antwoorden al. Nou, dan ga ik de presentatie opstarten. Ik moet even mijn scherm delen. Goed. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Dit is de presentatie van twee fotoreizen. De Fotosafari Kenia-Tanzania en de Fotoreis Tanzania. De presentatie wordt dus gedaan door mezelf en door collega Dirk Beltman. En Patrick Gijsbe, die zit ook in deze meeting om jullie vragen allemaal ondertussen ook te beantwoorden. Eerst even wat over mezelf vertellen. Ik ben Jolande Wals. Ik ben mede-eigenaar van Fotografiereizen. Fotografie is altijd mijn passie geweest. Als 3-jarige stond ik al bij mijn vader in de donkere kamer. Later werkte ik als tiener in fotozaken. Ik heb de fotovakschool gevolgd en ben altijd beroepsmatig als fotograaf werkzaam geweest. Ik heb grote opdrachtgevers gehad, bijvoorbeeld een Porsche, een Rabobank. En sinds 15 jaar draag ik mijn zeer uitgebreide kennis graag op anderen over, middels fotografiecursussen en fotoreizen. Collega Dirk, kan jij wat over jezelf vertellen? Even geluid aan, Dirk. Ja, oké. Okay. Ja, hi. Mijn ervaring is vooral ervaring als reisbegeleider en als natuurenthousiasteling. Ik begeleid al reizen sinds 1997. En ja, tussen de 2 en 9 per jaar. Hobby was fotografie, wordt steeds serieuzer. Dus dat een beetje. Oké, okay, dank je. Oh. Even uitleggen wie fotografiereizen is, voor degenen die dat nog niet weten. Wij organiseren fotografiegroepsreizen over de hele wereld, speciaal voor hobbyfotografen. Dat is van beginnend hobbyfotograaf tot vergevorderde professional en alles wat ertussenin zit. Iedereen krijgt bij ons op zijn eigen niveau begeleiding. We zijn lid van de branchevereniging VVKR. En we zijn lid van het reisgarantiefonds, GGTO. Dat betekent, mochten wij failliet gaan, wat we uiteraard niet van plan zijn te doen, dan is je reis gewoon gedekt en dan krijg je je reis van terugbetaald door het reisgarantiefonds. Daarnaast hebben we een aansprakelijkheidsverzekering, speciaal eentje voor de reisbranche. En we zijn lid van het calamiteitenfonds. En het calamiteitenfonds komt in actie als er bijvoorbeeld, noem maar wat, politieke onlusten uit zouden breken in Kenia of Tanzania. En zou je dan bijvoorbeeld niet terugkomen, dan zorgt de calamiteitenfonds dat je weer terugkomt. Met ons ga je dus altijd veilig en vertrouwd op reis. En dat is wel heel belangrijk om na te gaan als je een fotoreis wilt boeken. Of mensen wel overal aangesloten zijn. Want er worden heel veel, 99% zijn illegale fotoreizen. Nou, wie zijn onze reisbegeleiders, fotografen? Je ziet ze hier op de foto. Een team van in totaal 11 mensen. Het zijn allemaal topfotografen. Ze hebben een deel ervan heeft echt een landelijke bekendheid. Ze hebben een enorme kennis van fotografie. Ze zijn heel gedreven en heel enthousiast om hun kennis over te brengen. Ze hebben ervaring in het begeleiden van fotoreizen. En ze helpen jou gewoon om met weer die wauwfoto's thuis te komen. Je maakt gewoon een hele mooie stap in je fotografie.
We hebben momenteel coronavoorwaarden. Wij weten ook nog niet wanneer je weer kan reizen. En we snappen ook dat het heel lastig is om nu een reis te boeken. Daarom hebben we zo gedaan dat je geen aanbetaling hoeft te doen. Je bent dus geen geld kwijt als een reis niet door zou gaan door corona. Je hoeft pas te betalen als de reis definitief wel door kan gaan. Gaat de reis niet door, dan vervalt ook je betalingsverplichting. Het voordeel daarvan is om nu alvast wel te boeken dat je gewoon jouw plekje op jouw favoriete buitenlandse fotoreis verzekerd hebt. Want we verwachten dat er echt een run komt op fotoreizen als de grenzen straks weer open gaan. En het gevolg zal zijn dat de reizen heel snel volgeboekt zitten. We hebben al een aantal reizen in het najaar die reeds volgeboekt zijn. Nou, ik zou zeggen tegen iedereen Jambo. Jambo betekent hallo. Of Hakuna Matata. Dat klinkt sommige mensen bekender in de oren. Dat betekent hallo, hoe gaat het? De taal wat ze spreken in Kenia en Tanzania is Swahili. Waarom doen we vanavond twee fotoreizen in één presentatie? Ik moet zeggen dat het daardoor de langste presentatie wordt die we hebben. Maar we doen het bewust omdat het twee totaal verschillende fotoreizen zijn. Die zijn niet met elkaar te vergelijken. Je komt grotendeels ook in heel andere gebieden. Maar ook de opzet van beide reizen is heel verschillend. De fotoreis Tanzania heeft bijvoorbeeld heel veel cultuur in zich. Je leert het lokale dorpsleven kennen. Daarnaast is landschapsfotografie een onderdeel van deze fotoreis. En je komt in een aantal wildparken voor dierenfotografie. Dus het is een hele gevarieerde reis. De fotosafari Kenia-Tanzania daarentegen, die draait echt volledig om een aantal prachtige grote wildparken in beide landen. Je verblijft de hele dagen in de parken en ziet enorm veel verschillende dieren. En de kans dat je meerdere malen de Big Five spot is dan ook enorm groot. Het vervoer bij beide reizen is eigenlijk hetzelfde. We hebben 4 of 6 persoons jeeps. Iedereen heeft een raamplaats. Het looppad zit eigenlijk in het midden. En het dak van de jeep kan omhoog. Nou, hier is de groep die laat het even zien wat er allemaal kan. Je kunt kiezen uit staand fotograferen of zittend fotograferen. Beide heeft eigenlijk een voordeel. Zittend heeft het voordeel dat je dieren meer op ooghoogte hebt. En dat is eigenlijk mooier bij dierenfotografie. Maar soms heb je struikjes ervoor of hoog gras. En wil je liever van wat hoger standpunt fotograferen. En dan kan je staand fotograferen. Bovendien ben je staand ook wat meer flexibel om beide kanten op te fotograferen. Nou, zoals je hier ziet, dat is wel een grappige foto. Je ziet precies het logo Fotografiereizen onder de giraffen door. Zo dichtbij kom je trouwens soms bij de dieren. Wat wij doen is op de rand van het dak een bonenzak leggen. En die kan je eigenlijk gebruiken als een soort statief. Je gebruikt in een jeep geen statief. Een bonenzak of een reiszak kan ook. Zorg wel dat er een band zit aan je bonenzak, zodat die niet valt. Want je kunt niet zomaar even de auto uitstappen om die bonenzak weer op te halen. In de jeeps hebben we ook altijd gratis water onderweg. Zoals je kunt zien hebben de jeeps niet heel veel bagageruimte. Dus het verzoek is altijd om niet te veel bagage op deze reis mee te nemen. Beide reizen zijn heel geschikt voor de niet-fotograferende partner. Het is voor iedereen immers leuk om het lokale dorpsleven te leren kennen of om wilde dieren in hun oorspronkelijke habitat te zien. Nou, om duidelijk dus het onderscheid tussen beide reizen te laten zien, doen we ze dus beide in één presentatie, zodat je echt een bewuste keuze kunt maken wat het beste gewoon bij jou past. Overigens zijn er meerdere klanten die beide reizen al bij ons gedaan hebben. En ja, dat is dus ook een mogelijkheid om beide reizen te doen. Ze vullen elkaar namelijk heel goed aan. We laten straks eerst het dagprogramma van de fotoreis Tanzania zien. Vervolgens zie je het dagprogramma van de fotoreis Kenia-Tanzania. En daarna vertellen we iets over zaken als aanbevolen fotoapparatuur, kleding, de documenten die je nodig hebt, zoals een paspoort, een vaccinatieboekje en visa en nou ja, andere interessante weetjes. Voorafgaand aan de reis ontvang je trouwens ook nog een uitgebreide beschrijving van de fotoreis met allerlei tips.
Dus als je het allemaal straks niet kunt volgen, geen probleem. Je krijgt alles ook nog op papier van ons. Omdat voor beide reizen eigenlijk alle gegevens een beetje hetzelfde zijn, doen we dat straks aan het eind in één keer. Doordat we twee presentaties eigenlijk in één presentatie doen, is het wel een vrij lange presentatie. Maar we hebben heel veel prachtige foto's, dus we hopen dat je echt tot het einde geboeid blijft en dat je gewoon tot het einde blijft kijken. Nou, eerst even wat algemene informatie. In zowel Kenia als Tanzania leven stammen die echt nog op traditionele wijze leven. En heel veel culturen die leven hier heel vreedzaam naast elkaar. Beide landen hebben ook de hoogste wildpopulaties van heel Afrika. En er zijn een groot aantal wildparken, maar het bekendste zijn denk ik toch wel de Serengeti in Tanzania en de Masai Mara in Kenia. Nou, maak even kennis met onze chauffeurs, onze natuurgidsen zijn ze ook tegelijk, Ali en Kaneli. Zij ontvangen ons als we aankomen met onze vlucht vanaf Schiphol op Kilimanjaro International Airport in Tanzania. En zij begeleiden ons ook de hele fotoreis. Dus ze zorgen ook dat je de eerste overnachting in het stadje Moshi komt voor je eerste overnachting. Oh, dit gaat even te snel. De eerste dag, of dag twee eigenlijk, doen we vrij rustig aan, maar je hebt natuurlijk een vermoeiende vliegreis achter de rug. We beginnen even geld te punnen, want de Tanzaniaanse shilling die kan je niet invoeren, die kun je niet in Nederland krijgen. Dus we beginnen ter plekke met pinnen en we zorgen dat de bonenzakken gevuld worden. Wat de bonenzakken zijn, leggen we aan het eind even uit voor beide reizen tegelijk. Nou, dan gaan we naar het station van Moshi, het treinstation. Daar doen we straatfotografie. En vervolgens gaan we op weg naar de Kikuletwa Hot Springs. Dat gaat via deze zeer hobbelige weg, maar je zult zo meteen zien, het is echt zeer de moeite waard. Want je kunt hier even na die vermoeiende vliegreis even heerlijk relaxen en zwemmen in het water. En het bijzondere hier is, als je het water instapt, voel je meteen de visjes aan je voeten en aan je benen knabbelen. Dat zijn diezelfde visjes die ze in Portugal en Spanje ook wel in van die aquaria hebben. Daar betaal je de kapitalen voor. Hier zorgen ze dat je benen gewoon weer lekker schoon worden. Je kunt zelfs als een Tarzan of een Jane aan een touw het water inslingeren. Dat is hier ook heel leuk. Het is echt een heel idyllisch plekje. Ook bijna geen mensen eigenlijk. Nou, ben je niet zo'n zwemmer en denk je van, nou, dit hoeft voor mij allemaal niet. Dan kun je ook dieren fotograferen rondom de Kikuletwa Hot Springs. Hier zie je bijvoorbeeld het wevertje die een nestje aan het bouwen is. De libellen, de eekhoorn en de nelvaraan. Wat je ook kunt zien vanaf die Kikuletwa Hot Springs is de Kilimanjaro. Moet het wel helder weer zijn, want meestal ligt de Kilimanjaro in een wolk. Nou, dag drie. Dan gaan we naar het Kilimanjaro regenwoud. Zie je heel veel dit soort beelden van mensen met hele grote trossen bananen op hun hoofd. Die ze proberen te verkopen. We gaan een prachtige wandeling maken naar de Mataruni watervallen. Waarbij je onderweg echt van allerlei andere dingen ziet. Je komt bijvoorbeeld het mooie diertje hier tegen. Door gebruik te maken van een ND-filter kun je dus deze lange sluittijd, dit melkachtige effect bereiken. Heb je geen filters? Onze fotografen hebben filters mee en die mag je dan uitproberen en lenen. Nou, wat kom je nog meer tegen tijdens die waterval? Ja, deze mevrouw kwamen we dan toevallig een keer tegen. Maar ook fotootje 2, dat is de Kilimanjaro chameleon. En de Kilimanjaro chameleon komt alleen in het Kilimanjaro regenwoud voor. Het is een heel, heel mooi bijzonder diertje. We gaan ook naar de lokale koffieboeren. Het is echt heel bijzonder om mee te maken. Ze hebben een soort hele opzwepende muziek en zingen dan liederen bij het stampen van de koffiebonen. Vervolgens worden de bonen gebrand, ze worden gezeefd. En
na afloop mag iedereen dus zo'n zelfgemaakt kopje koffie proeven. Het is echt heel iets bijzonders om mee te maken, hoe ze op die hele traditionele wijze nog de koffie maken en de koffie branden. Nou, vervolgens heb je een lunch. En lunchen doen we bij een lokale vrouwengroep. Daar krijgen we een warm buffet. Alles is trouwens tijdens deze reis geregeld, al je maaltijden. Dus je hoeft je verder nergens om te denken. Je hoeft je alleen maar te richten op je fotografie. Dag 4 gaan we naar het Lake Tjala Kratermeer. En afhankelijk van het licht van de dag kan die allerlei verschillende kleuren hebben. Het bijzondere hier is dat we daar echt altijd alleen lopen. Er zijn totaal geen andere toeristen in dit gebied. Hier zie je onze deelnemers aan de boorden van het meer druk aan het fotograferen. Op de voorgrond zie je trouwens Miranda van der Bos. En als het goed is, zit Miranda volgens mij ook in deze presentatie. Nou, dit is ook prachtige schutkleuren. Is ook gefotografeerd daarbij het meer. Het is een hele mooie wandeling om bij het meer te komen. Die doen we onder leiding van een local, van een gids. Het is wel vrij steil en je moet wel een beetje klauteren. Kan je dat nou niet, ben je iets minder te been, dat geeft helemaal niks. Dan kan je namelijk hierboven blijven. Van bovenaf heb je een prachtig uitzicht en dan kan je bijvoorbeeld oefenen met filters en met lange sluitertijden. Die hebben we te leen voor je. We hebben ook trouwens altijd een camera bij ons. Gaat je camera stuk, dan hebben we altijd een camera mee. Dus je kan altijd blijven doorfotograferen. Nou, dit is het geweldige uitzicht vanuit dat restaurantje wat je net van een afstandje zag. Hier nuttigen we ook onze meegebrachte lunchbox die we elke dag meekrijgen. En dat op die heerlijke onderuitzichtstoel, dat is echt even heel ontspannen fotograferen. Vervolgens gaan we op weg naar Samen, door een prachtig berglandschap. Je ziet hier de sisalplantages onderweg. Ja, en dan is je eerste wildlife-ervaring in het Mokomazi National Park. Je ziet hier de hornbill op de foto. Het Mokomazi National Park is een park waar tot een aantal jaren geleden echt nog gejaagd mocht worden. En daarom zijn de dieren hier echt veel schuwer dan in andere parken. Daardoor zijn ze iets moeilijker te fotograferen. Maar je hebt wel heel veel prachtige vogels. En het is gewoon ja, een schitterend natuurgebied. Hier zie je de bijeneter. Nou, de lilac-breasted roller. Ook een heel mooi vogeltje wat je eigenlijk heel veel tegenkomt in Kenia en Tanzania. Let vooral ook goed op de weg voor je, want daar zijn mestkevers vaak bezig met van deze mooie mestballen te draaien. Ook heel leuk voor foto's. Nou, het is ook echt een schitterend landschap daar. Eigenlijk veel mooier dan in heel veel andere parken in Kenia en Tanzania. Dus gebruik niet alleen je telelens, maar pak ook je standaardlens of je groothoeklens en maak wat mooie landschapsfoto's. Of vanuit de jeep. En er zijn ook een paar plekken waar we er eventjes uit kunnen. We maken bij alle fotoreizen altijd een WhatsApp-groep. Daarin worden tijden van ontbijt, diner of vertrektijden doorgegeven. En bij wildlife reizen wordt daarnaast ook nog een lijst gemaakt van de dieren die we gezien hebben. Echt in de juiste volgorde. En die wordt dan 's avonds als we in het hotel zijn en we hebben weer wifi. Dan wordt het via die WhatsApp wordt het doorgestuurd. Zodat je thuis altijd de juiste benamingen bij jouw foto's hebt. Heb je trouwens bezwaar tegen opname in de WhatsApp-groep? Dat kunnen we ons voorstellen. Laat het dan even van tevoren weten. Dan zorgen we dat bepaalde informatie op een andere manier bij jou komen. In het Mokomazi National Park heb je ook een rhino breed. Dat is een broedgebied voor neushoorns. En hetzelfde geldt voor de wilde hond. Soms heb je geluk dat je ze er ziet. Het is een moeder met haar jong. Ik moet heel eerlijk zeggen, meestal zie je ze niet. Nou, en de eerste avond hebben we dan een fotobespreking. De eerste dieren wildlife avond, zeg maar. Het is altijd heel leuk om foto's van anderen te zien. Ook om ideeën van elkaar op te doen. En om tijdens de reis niet alleen van onze fotografen te leren. Maar het is ook heel belangrijk om ook van andere deelnemers te leren. De volgende ochtend gaan we samen met een lokale gids.
straatfotografie in het dorpje samen doen. Het is echt een lokale gids, dus je komt in allemaal achteraf straatjes en steegjes waar je, als je privé zou gaan, nooit en te nimmer zou komen. Je gaat onder meer naar de markt. Velen vinden straatfotografie in eerste instantie eigenlijk heel eng, dat merken we, maar we helpen jou erbij. En bij deze mevrouw hebben we bijvoorbeeld eerst uitgebreid een praatje zitten maken. We hebben wat bananen gekocht voor de hele groep. En vervolgens gevraagd of we wat foto's van haar mochten maken. Nou, dan is het geen enkel probleem. Het unieke van samen is eigenlijk dat het dorp is waar geen toeristen komen. En dat is het leuke van onze reis. Dat we eigenlijk op plekken bij deze reis komen waar je heel weinig andere toeristen ziet. Je ziet nog een heel leuk straatbeeld van samen. Dit is de slager. Het vlees dat hangt gewoon in de open lucht te wachten op een koper. Nou, als wij dat hier in Nederland zouden doen, zouden wij denk ik allemaal enorm ziek worden. Een rijtjeswoning, ach, die hebben ze daar ook. Iets anders dan bij ons. Dit is de plaatselijke apotheek. Het vrouwtje is de vloer aan het dweilen. Samen lijkt misschien wat rommelig, maar men is er wel altijd heel erg proper en heel erg netjes. Je hebt ook heel veel kleine naaiateliertjes waar je prachtige stoffen kan kopen. En waar je eventueel op bestelling ook iets kan laten maken. Dan dag 7, dan zijn we in Arusha en dan gaan we naar het Shanga-project. En het Shanga-project is een project dat door een Nederlandse vrouw is opgezet. En daar kunnen doven of fysiek gehandicapten, die kunnen daar aan het werk. En die maken daar allemaal prachtige cadeauartikelen. Je krijgt daar ook een rondleiding door een gids. En het is echt een heel mooi project. De deelnemers aan het project wordt echt een kans geboden in de toekomst die ze nou normaal nooit gehad zouden hebben. Je hebt daar onder meer glasblazers, je hebt de bevers. Deze meneer die is van oudere kranten, is die eigenlijk je cadeauverpakking aan het maken. Hier komen de cadeautjes die je koopt in. Om het project te steunen gaan we vaak ook even een kopje koffie drinken met iets lekkers erbij. Dat is allemaal ook zelfgebakken spullen door de gehandicapten. En ook dat komt weer ten goede aan het project. Nou, 's middags kunnen we een fotobespreking doen. Of we kunnen relaxen gaan, lekker in het zwembad van het hotel. Dan zijn we inmiddels op dag 8. En dan gaan we naar het Tarangire Nationaal Park. Dat is ook een prachtig park. We rijden meestal met twee groepen en in elke auto zit dan een deel van de deelnemers. Dus in elke auto zit dan 4 tot 6 deelnemers. Deze foto is dus ook gemaakt vanuit auto 2 van auto 1 die er vooraan reed. We zorgen altijd wel redelijk bij elkaar in de buurt te blijven. Dit zijn deelnemers van een van onze laatste reizen die we voor de corona nog konden doen. Dit was in februari 2020. Laatste Tanzania-reis. Hier zie je een waterbok. En de waterbok is altijd heel goed te herkennen aan die mooie ring rond zijn achterste. De struisvogels, ook die zie je heel veel in de parken. Hier een hele groep bij elkaar. En dan die mooie bomen op de achtergrond. Landschappelijk is het ook echt heel mooi. De cheetah. Cheetah wordt ook wel het jachtluipaard genoemd. En hier zie je familie Leeuw aan de maaltijd. Als je even heel goed rechts kijkt, dan zie je nog een hoorde van een gnoe. Dus ze zijn hier heerlijk aan het peuzelen van een gnoe die ze even daarvoor gepakt hebben. Het is ook een mooi beeld wat je daar tegen kunt komen. De volgende dag, dan zitten we in Toaboe. Dan gaan we met Emmanuel, dat is onze vaste lokale gids in Toaboe. Dan gaan we op pad, gaan we straatfotografie doen. En Emmanuel die brengt ons echt elke keer weer op andere verrassende plekken. Plekken waar je eigenlijk normaal nooit zou komen. Echt heel uniek. Hij begint vaak met een wandeling in de rijstvelden. Vervolgens ga je naar de bananenplantages en legt Emmanuel uit... Wat het verschil is tussen bijvoorbeeld gele en rode bananen. Want wist je dat er ook rode bananen zijn?
De kinderen die zijn vaak heel vrolijk daar en die willen heel graag op de foto. Vooral als je ze dan ook nog op het schermpje laat zien wat je gemaakt hebt voor foto. Want voor hun is dat best wel heel bijzonder. Zij zien niet zo vaak een camera. En je merkt gewoon dat ze vaak na een keer nog een keer gaan fotograferen. Zo leuk vinden ze het. Nou, dit is het dagelijkse leven. Deze mevrouw die is haar wassen aan het ophangen op de takken van de bomen en bovenop het dak van haar huisje. Dit is ook een foto van de laatste februarireis. We hebben hier een schooltje bezocht. Samen met kinderen hebben we een aantal liedjes gezongen. Zoals ik al zei, het programma kan elke keer anders zijn. Het is maar net wat Emmanuel allemaal voor ons verzint. Hij heeft altijd heel veel dingen, stopt hij erin. We komen op heel veel verschillende plekken. Maar het kan best zijn dat de volgende keer bijvoorbeeld geen schooltje in zit, maar weer iets anders. Hier heb je een beeld van de warenmarkt. Met een mevrouw die het leuk vond om op de foto te komen. Dit is de plaatselijke bierbrouwerij. Meneer staat in een kokend hete pot, hete brei te roeren. Gewoon buiten, op een houtvuurtje. Ze zijn zelf het bier dus aan het stoken. We komen bij de kunstenaars in het bos. Die zijn in het bos aan het schilderen. De opbrengst hiervan is voor de lokale school. Ze maken echt prachtige werken in heel veel verschillende stijlen. Want elke kunstenaar heeft toch zijn eigen stijl weer. En veel van onze deelnemers die kopen hier vaak een schilderij als souveniertje. Dus een heel leuk souveniertje. Nou, dit is de Bayaibi, als ik het goed uitspreek. Het is een soort tuk-tuk. En nou ja, daarmee gaan we naar de lunch toe. Dat is echt dolle pret. Er kunnen twee mannen in zo'n tuk-tukje zitten. En de lunch, dat doen we dan bij een lokale vrouwengroep. Vaak zijn dit weduwevrouwen. Die op die manier wat geld bijverdienen. Daarom gaan we ook elke keer naar een andere vrouwengroep. Om, ja, we gunnen ze allemaal eigenlijk een beetje inkomen. Dus elke keer is de vrouwengroep weer anders dan een andere keer. Dit is de hoofdstraat van Tobabu. Dus het straatleven. Dit is de Maasai-markt. Het is echt een ongelooflijk drukke markt. Het is daarom ook een enorm lelijke foto, want het krioelt hier van de mensen door elkaar. Heel lastig om hier een rustige foto van te maken. Nou, een van de opties die je kan doen is dan bijvoorbeeld in te zoomen. Want hier wordt de foto al een stukje rustiger van. Dus ook op dezelfde Maasai-markt. Hier heb je de slager die het vlees ook allemaal zo buiten heeft hangen. Nou, daar hoeven wij echt niet iets van te proberen, want dan worden we echt goed ziek van, denk ik. En s'avonds gaan we naar de rijstvelden en kun je nog avondfotografie doen. Eventueel met gebruik van filters of bijvoorbeeld HDR-fotografie. Een aantal belichtingstrapjes maken en dan later in de computer samenvoegen. Als iemand er belangstelling voor heeft, dan kunnen we ook laten zien in de computer hoe we dat samenvoegen, zodat je dat ook weet. Dag 10 hebben we weer een wildpark, een wildlife ervaring in het Lake Manyari National Park. Nou, zoals je ziet, de groep die was hier helemaal verrast door het feit dat de olifanten zo dichtbij hen waren. Dit was echt even een wouwmomentje, zeg maar. Het is een heel mooi park om een heel groot meer. Er zit ook een nijlpaardenpoel in dat park. En deze buffel die staat eigenlijk in de nijlpaardenpoel. Ook zijn er heel veel verschillende soorten apen. Nou, die zijn vaak behoorlijk brutaal. Deze zit ook op de rand van onze auto. Soms moeten we even de ramen in het dak dicht doen voor de apen die er zitten. Maar je kunt wel hele mooie plaatjes maken. Dan dag 11, dan brengen we een bezoek aan de Maasai-stam. Het is even een stukje rijden, maar dan hebben we ook echt een stam waar men nog volgens de oude tradities leeft en waar ook geen andere groepen toeristen komen, zeg maar. We hebben die stam echt helemaal alleen voor onszelf. Je kunt ze uitgebreid al die mensen fotograferen en je hoeft echt geen charme te voelen. Ze krijgen van ons geld voor hun gemeenschap waar ze dan weer spullen van kunnen kopen en zo helpen we dan deze Maasai-families. De te bezoeken stam die wisselt dan ook elke keer, zodat we hen allemaal af en toe dat steuntje in de rug gunnen. Dus het, ja.
Hier zie je Maasai-krijgers. Die hebben de bekende geruite rode en blauwe doeken om. Nou, we vinden tijdens onze reizen heel belangrijk dat je een leuke stap maakt in je fotografie. Maar wat we eigenlijk nog veel belangrijker vinden is dat je het ook heel gezellig hebt. En dat je ook echt dat heerlijke vakantiegevoel hebt. Dus dat je niet alleen thuis komt met die prachtige wauwfoto's, maar met het totale wauwgevoel. Nou, hoe we dit dan doen? Door gewoon te zorgen dat alles voor je geregeld is. Je hoeft nergens om te denken, alleen om je fotografie. Maar ook dat je bijvoorbeeld iets leert van het land of de omgeving waar je bent. Bijvoorbeeld iets, dat we iets vertellen over de Maasai of over de dieren die je fotografeert. Want we vinden dat hoort ook bij jouw foto. Dat maakt het verhaal van jouw foto compleet. Bij de Maasai krijg je ook een uitgebreide uitleg. Je gaat ook in kleine groepjes diverse hutjes in, waar je echt zoveel kan vragen als je zelf wilt. En je wordt op een gegeven moment ook uitgenodigd om mee te dansen met ze. Je krijgt een hele mooie kraal, ja, wat is het, een soort kraag krijg je om je nek gehangen. De mannen die krijgen een geruite Maasai kleed aan. En op de eerste foto zie je een Maasai danser. Die uit stilstand heel hoog springt. Dat is iets wat ze bij de Maasai doen. Degene die het hoogst kan springen, die krijgt de meeste vrouwen. Nou, probeer jij maar eens uit stilstand zo hoog te springen. Mij lukt het niet in elk geval. Nou, vervolgens gaan we weer naar een lokale vrouwengroep. Nu weer een andere groep. Waar we weer een lunchbuffet krijgen. En je mag eventueel ook meehelpen met de lunch te koken, als je dat leuk vindt. Ja, dan hebben we dag 12. En dat is de Ngorongoro Conservation Area. De Ngorongoro krater doen we wildlife fotografie. En dat is echt één van de hoogtepunten van deze reis. Zo niet het hoogtepunt. Dit is ook het enige plekje eigenlijk waar de fotoreis Tanzania en de fotosafari Kenia-Tanzania elkaar overlappen. Want bij beide fotoreizen komen we hier. Het is echt een heel uniek gebied. Het is in een krater en heel veel dieren leven daar gewoon in harmonie met elkaar. Alhoewel, voor zover het harmonie is natuurlijk, want roofdieren hebben af en toe wel een beetje een prooi nodig voor een avond is. Dit is voor mij echt een van de lelijkste dieren ter wereld, de hyena. Wat je ook heel veel ziet is bijvoorbeeld de zebramannetjes. Die willen vaak onderling in een gevecht uitmaken wie het sterkst is. En je ziet ze dan ook geregeld vechten. We gaan heel bewust in de eerste maanden van het jaar naar Tanzania. Ten eerste is het dan de droge periode. En ten tweede worden dan de jongen geboren. En je ziet overal dan moederdieren met hun kinderen, zeg maar. En met een beetje geluk zie je zelfs de geboorte van een gnoe of van een zebra in die periode. Wist je trouwens dat een moederzebra zich eerst enige weken met haar kind afzondert, zodat het kind de strepen van de moeder leert herkennen? En pas als ze weet wie haar moeder is, dan voegen ze zich weer in de groep. Dat is heel apart. Nou, in de Ngorongoro-krater heb je ook een nijlpaardenpoel. Dus mocht je de nijlpaarden nog niet gespot hebben in Lake Manyara National Park, dan heb je hier alsnog een nieuwe kans. Overigens heb ik ze altijd in beide parken gezien. En het mooiste is natuurlijk als je nijlpaard kunt fotograferen die de bek open heeft. Hier zie je wat zebra's die aan het drinken zijn in een Ngorongoro-krater. Op de kratergrond, zeg maar. Nou, dag 13 dan gaan we terug richting Arusha en richting Kilimanjaro International Airport. In de ochtenduren kunnen we eerst nog even relaxen bij het zwembad. We kunnen eventueel ook nog een laatste fotobespreking doen. En dan vangt in de avond je terugreis naar Nederland aan, waar je dan op dag 14 uiteindelijk weer aankomt. Dit is dus een zeer gevarieerde reis met heel veel landschappen, straatleven en wildlife. En je hebt de kans op het zien van de voltallige Big Five is niet zo groot als bij de Kenia-Tanzania safari. De parken zijn wat kleiner. Je hebt wat minder kans de neushoorn te zien en het luipaard ook wat minder. Dus ga je echt voor de Big Five, dan zou je de fotosafari Kenia-Tanzania moeten doen.
Dan geef ik het woord aan mijn collega Dirk en ik zal zorgen dat de plaatjes doorgedraaid worden. Dat lijkt me een goed plan. Ben ik verstaanbaar? Ja, als je iets dichter bij de microfoon zit, is het nog ja, beter. Ja, zal ik doen. Dankjewel. Nou, we zien hier de route. Dit is echt een reis voor de natuurliefhebber en voor mensen die graag wilde dieren fotograferen. Zoals je ziet gaan we naar twee landen. Eigenlijk het zuidelijk stukje van Kenia en het noordelijk stuk van Tanzania. Ja. We hebben eigenlijk twee lokale organisaties waar we mee werken. Dus twee verschillende gidsen. En de naam ziet u staan. Die gidsen van Tanzania zijn trouwens dezelfde als tijdens de fotoreis Tanzania. Ja, inderdaad. Nou, een van de hoogtepunten is de Serengeti. Eigenlijk is de Masai Mara en de Serengeti is eigenlijk één groot ecosysteem. Waar de gnoes, zeg maar, samen met de zebra's en gazelles rondtrekken in een jaarlijkse beweging. Dus mooi dat we die twee plekken bezoeken. En wat ik ook heel bijzonder aan deze reis vind, is dat je er zo lang zit. Je gaat er niet 1 of 2 dagen heen, maar je zit er 5 dagen. En het is, ja, voor mij, ik ben in meer dan 100 nationale parken ter wereld geweest. Deze staat voor mij nog steeds altijd in mijn top 5. Hoe meer ik er ook krijg, deze blijft altijd in mijn top 5 staan. Zoals Jolanda al zei, een hele goede plek om de Big Five te zien en ook een hele goede plek om wilde katten te zien. Daar zal ik zo nog iets over zeggen. We gaan ook naar andere nationale parken. Dit is een natuurgebied wat dichterbij waar we starten, Nakuru, Lake Nakuru National Park. Het bijzondere hieraan is onder andere dat je neushoorns ziet, want die zie je amper eigenlijk of niet in de andere parken. Dus dit is echt een neushoornpark samen met een giraffe en wat bijzondere vogelsoorten. Amboseli, daar eindigen we qua parken. Nadat we zeg maar weer terugkomen in Kenia, komen we hier. Amboseli is eigenlijk bekend dat je daar olifanten of giraffen fotografeert tegen de achtergrond van de Kilimanjaro. Want dit gebied ligt eigenlijk pal aan de grens met Tanzania. En Tanzania is de hoogste berg van Afrika. Die ligt net nog op de grens van Tanzania, dat is de Kilimanjaro. En die kan je dan zeg maar mooi tegen de achtergrond fotograferen. Zoals je later ook nog een foto zal zien. Waar extra aandacht aan besteden, en deze tijd gaan we ook deze reis doen, is proberen de gnoetrek te zien. Nou, die zie je natuurlijk het hele jaar door, omdat die het hele jaar plaatsvindt. Maar met name als ze zeg maar uit de Serengeti trekken, uit Tanzania trekken, richting de Masai Mara, richting Kenia, en de riviertjes moeten oversteken. De bekendste rivier daarvan is eigenlijk de Mara-rivier. Dus daar gaan we ons onder andere op concentreren. En daar blijf je soms uren wachten. Jolanda heeft er zo meteen nog een mooi verhaal van. En dat is echt een heel bijzonder iets om mee te maken. Zo'n massale migratie van dieren die dan ook met gevaar voor eigen leven zich in die rivier storten. Eigenlijk zitten wij in Afrika in de Rift Valley, oftewel de Grote Slenk. Ik zal het heel kort uitleggen wat daar aan de hand is. Afrika, het oostelijk deel van Afrika, wordt eigenlijk naar het oosten getrokken. Zeg maar de rand van het oostelijke continent. Het stuk wat daartussen zit, dat zakt omlaag. Dat wordt een soort inzinking. En ja, daar vind je meren, daar vind je vulkanen. Dat is eigenlijk een heel interessant stuk. Er was net een vraag van iemand, ja, hoe zit het met de muggen? Afrika is het op één na hoogste continent van de wereld. En ja, je zit er heel vaak toch op 1600, 1800 meter. Net niet hoog genoeg om last van hoogteziekte te krijgen. Maar wel dat je eigenlijk heel weinig last hebt van insecten. Af en toe, zowel bij de Tanzania-SEC-reis of de Kenia-Tanzania-reis. Soms heb je daar nog wat last van Z7. Maar daar komen we later nog over te spreken. Lunchdag 2. Hier zie je een franje-aap. Nou, zelfs dan heb je al kans om dieren te zien.
Misschien heeft Jolanda hier nog iets aan toe te voegen. Nee, je luncht hier echt op een hele mooie plek. Echt, je hebt even het idee, nou, je zit midden in de natuur. Is dit Naivasha al of nog niet? Ja. Ah, oké, ja. Nou, een van die meren die in die grote slenk ligt in die Rift Valley, dat is de eerste meer waar we stoppen, is een zoetwatermeer. Is nog niet echt een heel erg beschermd gebied. Misschien is het een Ramsar site, dat weet ik niet. Een, zeg maar, een beschermd wetland. Maar het is geen nationaal park. En we gaan hierheen om onder andere nijlpaarden te zien. Afrikaanse visarenden. Dat soort dieren zie je. Het ligt wel aan de rand van een gebied waar ook bloementeelt plaatsvindt. Er stond ergens een beschrijving dat er af en toe een plastic zak ligt. Ja, dat kan gebeuren. Je zal er niet heel veel last van hebben. Dit is trouwens ook een plek. Er is daar een plek die heet Crescent Island. En daar is een deel van Out of Africa opgenomen. Misschien kennen jullie het boek of de film. Mooie plek om te beginnen. En ja, bootje varen is altijd leuk. Zeker in Afrikaanse wateren. Nijlpaard. Marabou. Weet niet wat hij heeft. Had hij daar nou een plastic... Ja, hè, plastic, ja. Plastic flesje in zijn... Ja. Zoals ik zei, het is niet echt een heel... zwaar goed beschermd gebied. Dus er zitten ook vissers. Nou, een prachtig plaatje hier van mensen die zich in hun levensonderhoud proberen aan. Ja, hoe noem je dat? Te onderhouden, iets te vangen. Ja, die visarend die zit hier niet voor niks natuurlijk. Die proberen een visje te vangen. Vaak hebben ze op boten ook een visje. Dan kan je mooie foto's maken, kan je oefenen. Zeg maar, om zeg maar, dat vangstmoment van zo'n visarend vast te leggen. Dus dat zullen we ook gaan oefenen dan. Andere vogels zitten er, aalscholvers, bijeneters. Er is altijd genoeg te zien in Afrika op de water. We overnachten dan bij Lake Elementaita, een ander meer. Dat is geen zoetwatermeer, maar een zoutwatermeer. Wordt ook wel eens een sodameer genoemd. En daar zit algen in, dan wel pekelgranaatjes, die flamingo's wel weer interessant vinden. En daar heb je grote kans om die honderden, zo niet duizenden, zo niet tienduizenden te zien. Ik moet zeggen, die waterniveaus in die meren in Kenia, zijn de laatste jaren wel erg aan het veranderen. Dus soms zie je in één meer heel veel flamingo's en dan weer in een ander meer. Lake Nakuru was vroeger bekend als the greatest bird show on earth. De meeste van die vogels die zitten inmiddels wat noordelijker. Maar Lake Elementaita heb je een hele grote kans om ze te zien. Prachtig plaatje. Ik neem aangemaakt door Jolanda zelf. Dit soort uitzichten, dit soort plaatjes kan je maken bij de lodge. Baviaantje. Zitten nu bij Lake Nakuru. Wat mij betreft mag de slides doorgaan. Lake Nakuru is een omheind nationaal park. Ligt bij een vrij grote stad in de buurt, Nakuru zelf. En zoals ik zei, de laatste jaren is er iets aan de hand. Nou, het waterpeil van dit meer is sinds 2015 ongeveer behoorlijk gestegen. Daar heeft Jolanda zo nog ook een mooie foto van. Dat je zeg maar, nou kijk, hier kon je vroeger gewoon wandelen zonder dat je natte voeten kreeg. Lake Nakuru is eigenlijk bekend, was bekend om de flamingo's. Tegenwoordig, omdat het zeg maar omheind is, goed beschermd is, kan je daar neushoorns zien. En deze giraf, ik denk dat hij daar zo komt, ja, de Rothschild giraf. En er zijn er niet zo heel veel van, een paar duizend zitten er ook nog wat in Oeganda. Bekenmerkend is hiervoor dat ze zeg maar witte sokken aan hebben. De andere giraffensoorten die je in... de Masai Mara ziet en de Serengeti, dat zijn de Masai giraf. Er zijn uit mijn hoofd 5 soorten giraffen in de wereld. En op deze reis zie je er in ieder geval 2 van. Hier een honingzuiger. Ook een prachtig plaatje. Ook vogel. De vogelwereld is goed vertegenwoordigd. Vaak kleurige vogels. Veel roofvogels. Genoeg te zien. De laatste keer dat ik er was, heb ik weer een soort gezien die ik nooit heb gezien. En ik heb er redelijk oog voor. Ja, dit vind ik een topplaat. Natuurlijk 2 van de Big 5 in 1. Kan bijna niet mooier. Een leeuwin of een jonge leeuw.
bij een moeder en een kalfneushoorn. Ja, super deze. Ja, geweldig. Dus hier heb je ook kans op. Ik heb ook wel eens gezien dat er door leeuwen twee luipaarden in een boom omhoog waren gejaagd. Dus eigenlijk zit er best wel veel. Belangrijkste reden om dit te bezoeken, of een belangrijke reden, zeker als je van de Big Five houdt, zijn toch wel de neushoorns. Het mooie hiervan is ook van de fotoreis dat we ook gewoon wachten op dit moment. Hè? Maar die neushoorns die waren echt een paar honderd meter verderop. En we hebben hier heel lang staan wachten, want we zagen ze steeds dichter bij deze bomen, deze leeuw komen. En we hadden echt zoiets van: ja, stel dat ze eronder door gaan lopen. En we hebben gewacht. Er kwamen heel veel. Nou, af en toe kwam er weer eens een jeep aan met toeristen. En die keken een paar seconden en die reden weer door. En wij zijn blijven wachten. En wij zijn dus ook de enigen die deze foto's hebben gemaakt. Dat is het leuke van deze foto ook. Ja, hele gave interactie. Verder, Lake Nakuru zitten inderdaad reptielen. Meestal zie je deze kolonistenagamen. Vaak zie je bij deze locatie waar ze veel zitten ook nog bavianen. Heel vaak gebeurt er op reizen, zeggen ze, oh, die zien we nog wel een keer, die zien we nog wel een keer. Uiteindelijk maak je er nooit een foto van. Nou, dit is bijvoorbeeld een hele goede kans om bavianen daar te fotograferen. Ja, dan gaan we naar echt een toppark. Daar blijven we ook, daar gaan we ook 2 keer in. Je kan er een ballontocht maken, die is dan facultatief. Ja, dit soort plaatjes, super. Wat ik super mooi vind aan de Serengeti in Masai Mara is open savanne. Savanne is eigenlijk een landschapstype dat je vindt in de buurt van de Evenaar en kent altijd 1 of 2 regenseizoenen per jaar. Wij gaan altijd in de droge tijd, dus daar zal je weinig last van hebben. Misschien 1 keer een buitje. Nou, kan alleen maar mooie foto's opleveren. En het is altijd een landschaptype met bomen en gras bij elkaar. Dieren eten dat gras, eten de bladeren. Er zijn veel dieren. Als er veel prooidieren zijn, zijn er ook veel roofdieren. Wat mooi is aan dit gebied, is dat het open savanne is. Dus dat het, ja, je hoeft niet zeg maar op 30 meter hoog tussen de bladeren door een klein vogeltje te fotograferen. Het is vrij open. Ja, dat maakt het soms wat eenvoudiger om daar prachtige foto's te maken en om dieren te spotten. Dit is behoort ja, heel leuk tot de mogelijkheden, heel gaaf. Je kan in de ochtend, na zeg maar, dat je in de buurt bent aangekomen, kan je meegaan om de ballontocht te doen. Misschien kan Jolanda daar meer over vertellen. Je hebt het gedaan, zo te zien. Ja, ik sta ook op dit plaatje en de helft van de inhoud van deze ballon zijn onze deelnemers. Je wordt in het donker opgehaald. Dan ga je dus opstijgen boven de Masai Mara. Dan zie je al die dieren onder je lopen die met de migratie bezig zijn. Nou, op een gegeven moment dan daalt die ballon weer en dan krijg je een champagne ontbijt midden in de wildernis. Nou, na het champagne ontbijt, dan ga je nog een soort safari maken. En ergens halverwege stap je over in onze eigen safari-auto's weer. Dat gebeurt uiteraard wel even op een plek waar het kan, waar het safe is. Want je kan niet zomaar de auto uitstappen. We hebben mensen achteraf van deze reis ook wel gevraagd van, nou, wat was het hoogtepunten van deze reis? Iedereen noemt dan en de rivercrossing van de Gnoes, waar we straks nog aan toe komen. En deze ballonsafari wordt dus ook door iedereen genoemd. Het is niet goedkoop, maar het is wel echt heel, heel erg de moeite waard om het te doen. Maar het is optioneel. Deze zit niet bij de prijs in. En wat je hier ziet is dan, nou ja, wat je onder je ziet, deze foto is vanuit de ballon genomen. Ja, als ik het goed heb begrepen, proberen ja, de kapiteins van zo'n ballon ook altijd ja, in ieder geval zo'n gnoekudde of een zebrakudde, gemengde kudde, dat je daar dicht in de buurt zit, dat je daar een mooi beeld van hebt. En een vliegend perspectief is altijd super mooi, ja, van bovenaf. En je ziet de zonsopkomst. Ja, zeker. Ja. Dit gebied waar we heen gaan, lang ook zijn, eigenlijk toch wel bekend vanwege ook de grote katten. Misschien kennen jullie Big Cat Diary, wat door een aantal Britse en Keniaanse presentatoren jarenlang is gehost en uitgezonden, op Animal Planet onder andere. Ze volgden daarin luipaarden, leeuwen en cheetahs, meestal 1 hele lange tijd.
Grote kans om deze te zien. Laatste keer dat ik er was, zag ik een groepje van 5 mannetjes. En ja, die zitten zelfs in de laatste grote BBC-documentaire. Earth heet die, geloof ik. Dus grote kans om deze dieren te zien. Cheetahs zijn er 7000 nog over ongeveer op aarde. Dus dat is al ja, heel bijzonder om zo'n moment, om zo'n dier te zien. Dus zeker als je van katten houdt, meegaan. Leeuwen zitten er ook, niet elkaars grootste vrienden. En de kans dat je die op één van die locaties hebt gezien is echt best wel groot. Serval kan ook, heb je ook nog kans op in de krater. Daar heb ik ze ook een paar keer gezien. Dus eigenlijk een wat kleinere kattenachtige. Hoort ze niet tot de grote katten, maar ook een prachtig dier. Hè? Heel ja, lang lijf, grote oren. En de luipaard, niet te verwarren met de jaguar van de Pantanalreis. Ja, daar gaan we misschien ook naar op zoek. Waarschijnlijk wel, want we gaan de gnoetrek meer in de Serengeti doen. Ja, die vind je vaak toch in greppels of in bomen. Ja, prachtig die om te zien. Is vaak wel de moeilijkste om te vinden. Dus dat is vaak wel een dier die hoog op de lijst staat van veel mensen. En waar je toch wel lang, ja, toch wel soms nog op het eind op zoek bent. Ik heb een keer een reis begeleid. Toen hadden we echt alles gezien behalve deze. Nou, eigenlijk was de reis goed toen we deze in de Serengeti zagen. Seronera in de Serengeti, in het midden van de Serengeti, is een hele goede plek om luipaarden te zien. Leeuwen is wel leuk, of heel leuk van leeuwen is dat het sociale dieren zijn. Het is vooral groepsdieren. Dus vaak interactie, al liggen leeuwen natuurlijk ook 18 uur per dag te luieren. Ik ben blij als ze even opstaan. Ook leeuwen hebben het soms niet makkelijk, zoals je op deze foto ziet. Mooie foto, daar is er nog een van. Helemaal onder de vliegen. Dus vandaar dat ze soms ook wel in bomen te vinden zijn. Niet in dit park, maar in andere parken. Om te ontsnappen aan de hitte en aan de insecten. Nijlpaarden, ja. Hippopoel zit op 2 plekken in de Masai Mara en ook in de Serengeti heb je daar kans op. Aantal olifanten neemt ook daar toe, gelukkig eigenlijk, want op heel veel plekken neemt het af. Ja, grote kans die te zien. Jullie zagen al die mooie van Jolanda, die mooie foto. Met zonsondergang, ja, grote kans, of toch wel kans, dat je zoiets maakt, of als ochtends, of al later op de dag. Dus ook die zijn vertegenwoordigd. Wat ook heel belangrijk is tijdens deze reis, is dat we je leren werken met een telelens. Want de scherptediepte is namelijk een heel stuk kleiner dan heel veel mensen denken als je met een telelens werkt. Als je deze foto ook ziet, die olifanten zijn scherp, maar die olifant erachter die is al niet meer scherp. En ook bij dierenfotografie is compositie heel belangrijk. Nou, dat zie je ook in deze foto, die is heel mooi qua compositie. We laten onze chauffeurs ook altijd exact op de goede plek stoppen, zodat we de perfecte compositie hebben, zoals op deze foto. Dus dat is echt, meet het je vooruit, meet het je achteruit. Maakt de chauffeurs niet uit, ze doen precies wat wij vragen, wat wij zeggen. En dat is ook het voordeel van een fotoreis. Met een gewone fotoreis stop je en dan moet je maar vanaf dat punt een foto maken. En onze chauffeurs weten precies wat we willen en die gaan echt dat metertje voor of achteruit om nog net even een betere positie te krijgen. Ja. Ja, andere hippopoel. Deze in de Serengeti. Soms hebben ze het niet makkelijk, hè. Zitten ze met z'n allen op een kluitje. Meer dan ze zelf willen. Ook hier zou je eigenlijk als ja, bij de reis ook een leuke opdracht van kunnen maken. Wat ik zelf nog steeds best wel uitdagend vind, om een interessante foto te maken van een groep dieren bij elkaar. Dat zou gewoon een bijthema kunnen zijn van kijk daar eens naar, probeer er iets van te maken. Wat we ook altijd doen bij fotosafaris is inderdaad vragen aan de chauffeurs. Ga op de goede plek staan. Soms overrulen ze als wij zelf denken van dat is een betere plek. Doe de motor ook uit, dat je geen vibratie krijgt.
En omdat je met gelijkgestemden zit, ja, kan je er eigenlijk net zo lang wachten, ja, tot de groep het wil. Bij andere groepen zeggen ze, oh, dat vinden we niks aan. Laten we ongeveer na 5 minuten weer wegrijden. Als je dit interessant vindt, kunnen we hier natuurlijk langer blijven. Hier zijn we trouwens al in Tanzania, in de Serengeti. Op dag 7 hebben we namelijk een reisdag. Dan reizen we van de Masai Mara naar de Serengeti via de grensovergang Isebania. En dan draagt onze Keniaanse gids ons dus over aan onze Tanzaniaanse gidsen. Ja, Serengeti is enorm groot. Het is ongeveer 10 keer zo groot als de Masai Mara. Dan heb je het over 15.000 tegenover ongeveer 1500 vierkante kilometer. Het is een enorm gebied. Je zal soms waarschijnlijk ook wel, ja, wat moeten doorrijden om van A naar B te komen. Het is niet dat je elk 500 meter kan stoppen. Betekent de oneindige vlaktes. Ja, enorm gebied gewoon. Vandaar super fijn dat we daar lang de tijd hebben om ja, de wilde dieren te zien. Ja, het is eigenlijk één groot ecosysteem. Die twee parken die liggen ook aan elkaar. Dus ja, ook daar, omdat er zoveel prooi zit, ook veel roofdieren. Doen het altijd goed, de jonge dieren. Supermooi. Ja, er zit natuurlijk meer dan alleen maar gnoes, zebra's en grote katten. Ook 7000 hyena's, gevlekte hyena's, om iets te noemen, 50.000 buffels. Maar ook ja, mangoesten, reptielen als de codenis, de arganen. Dus ja, er zit heel veel. Het is ook, zeg maar, voor natuurbehoud is het een heel belangrijk park. We zitten dus 3 dagen. En we beginnen in het noorden. En zullen dan via de oostuitgang in het midden weggaan uiteindelijk. Ja, ook hier kan je een keer geluk hebben, zie ik. Dat ze niet op een rots zitten of in het gras liggen, maar mooi op een boom. Ja, dit is echt een reis als je houdt van wildlife photography. Dan is dit een topreis. Kan bijna niet beter. Jolanda zei het al, we zijn eigenlijk ook bezig met de Zuidelijke Afrika reis. Ook een mooie reis, ook een deel op landschappen gericht. Namibië zijn we mee bezig. De dierendichtheid, de wildpopulatiedichtheid is eigenlijk iets groter in Oost-Afrika. Ik heb beide regio's redelijk wat reizen begeleid. In het algemeen zie je toch iets meer van dieren, als je sec voor de dieren gaat. In landen als Kenia en Tanzania. Ja, natuurlijk misschien wel het hoogtepunt als de gnoes de rivier oversteken. Misschien kan Jolanda dit overnemen, want je hebt daar een superleuke anekdote bij. Ga ik even een diaatje verder. Het is de migratie van de gnoes dus. En hier steken ze de Mara-rivier over tussen Kenia en Tanzania in. Of eigenlijk van Tanzania naar Kenia, net andersom in dit geval. Het is echt een belevenis op zich om daar tussenin te zitten, tussen al die duizenden dieren. En het mooie is, als je daar staat, dan sta je echt uren te wachten. En dan zie je die gnoes, of eigenlijk zie je eerst de zebra's naar de waterkant gaan. Want de zebra's, dat zijn eigenlijk de verkenners van de gnoes. Die gaan kijken van, is het veilig? Zitten er geen krokodillen? Zitten er geen kat achter? En kunnen we hier veilig oversteken? Nou, je ziet een paar gnoes erachteraan. Ze staan een beetje te dralen. En dan denkt er één gnoe van, nou, het lijkt me toch maar niks. Die gaat weer terug. En hup, de hele club gaat er weer achteraan. Want gnoes, dat zijn echte kuddedieren. Maar als ze dan toch eenmaal oversteken, dan is het ook zo bijzonder om dat te zien. Je ziet ze echt van heinde en verre aankomen rennen. Kilometers ver komen ze allemaal. Hoe ze het allemaal zo snel weten is dan de grote vraag. Maar ineens weten ze allemaal van we moeten hier door die rivier heen. We moeten oversteken. Het kan momenteel. En dan gaan ze echt met duizenden doorheen. De laatste keer dat we hier waren, zaten we met z'n allen met een lunchbox op schoot. We hebben altijd lunchboxen mee de parken in.
En iedereen had zijn lunch al op. En ik durfde niet aan mijn lunch beginnen. Ik denk, als ik begin, dan zul je zien, dan gaan ze oversteken. Hè? Want we zaten al inmiddels een paar uur te wachten. En op een gegeven moment de rest allemaal van Jolanda, begin nou eens een keer met die lunchbox, want dan gaan die groes eindelijk oversteken. Nou, eindelijk, ik op een gegeven moment, ik pak mijn lunchbox, ik zit net aan mijn kippenpootje. Die zit bijna altijd in een lunchbox trouwens, kippenpootje. Je kan ook een vegetarische lunchbox krijgen als je wil. Maar ik zat net aan mijn kippenpootje en ja hoor, daar gaan de groes dan met z'n allen, met duizenden tegelijk staken ze die rivier over. En dat, is zo'n hoogtepunt. Als je die rivercrossing meemaakt, dat is echt de ervaring van je leven. Ja, ja, daar kan je soms echt al uren op moeten wachten. Want zoals Jolanda zei, die dieren zijn niet heel slim, zijn kuddedieren. Worden ook wel eens de clowns van de vlaktes genoemd. Soms gaan ze toch weer allemaal terug of steken ze op hele ongelukkige punten over. Dus alleen al dat is gewoon spannend om te zien. We eindigen net zoals de andere reis, de Tanzania alleen reis, in de krater, de Ngorongoro krater. Wat je doet is van de Serengeti rij je eigenlijk een ander natuurgebied in. Het verschil is met dit natuurgebied is dat om de krater heen leven soms nog Maasai. Vandaar dat het een conservation area is en geen nationaal park. En voor die krater zelf, dat is eigenlijk vrij goed beschermd gebied. Enorme vulkaankrater, wat daal je in af? Daar ga je dan op zoek naar wild. Het is niet heel moeilijk om daar wild te zien. Ik vind het altijd een goed gebied om wat bekendere dieren, om daar goede close-ups van te maken, goede duidelijke foto's. Maar er zit heel veel. Hier lunchen we meestal. Het leuke hiervan is dat die boom vaak vol zit. Ik zie ze nu niet met roofvogels, geelsnavelwouwen. En als je niet uitkijkt, pikken ze zo je kippenboutje uit je hand. Dus dit is echt een plek. Ga er niet vanuit dat je hier alleen bent. Je zit hier vaak wel met tientallen auto's hoor. Want het is een vrij klein gebied. Ik denk, wat zou het zijn? 1 kilometer of 20 doorsnee of zo. En meestal stoppen ze hier voor de lunch. Maar er is genoeg te zien en het gebied is nog steeds groot genoeg dat je niet het idee hebt dat je daar file raadt. En dit is de nijlpaardenpoel daar ook, hè? Dankjewel, ja. Dan gaan we gelijk door. We gaan heel snel. We zitten van Tanzania via Arusha gaan we Amboseli in. Amboseli ben ik zelf nog maar 1 keer geweest. Supermooi park, ik ben er erg enthousiast over. We zien hier olifanten, die zitten er veel. Die worden al tientallen jaren door Cynthia Moss en haar organisatie bestudeerd. Er zijn ook mooie films van gemaakt. Echo heet die. Echo the Elephant. Kan je misschien opzoeken. Echo als Echo. Amboseli is heel mooi omdat het hele droge stukken heeft en moerasgebieden. Met dus op de achtergrond de Kilimanjaro. Zie je hier? Nou, zo mooi heb ik hem niet kunnen vastleggen. Ik ben wederom jaloers. Dit is echt maar het klassieke Afrika-beeld. Hè? Je kan het soms ook met giraffen maken. En het is een heel apart gebied. Er zitten vrij veel dieren, maar omdat het zeg maar wetlands heeft, moerasgebieden en hele droge gebieden, ja, is het heel afwisselend. Ja, dit is natuurlijk ook super om hem een keer zo te maken. Bij Amboseli gaan we ook nog nachtfotografie oefenen, als je dat wil. Dat is weer een hele andere tak van sport. En dat zullen we in het kamp doen. Kijk, dit is bijvoorbeeld een heel droog gedeelte. Soms zie je ook wel olifanten echt tot aan hun hoofd in het water zitten, in de moerassen daar. En bij die moerassen waar water is, leven, zie je ook heel veel vogels. Maar dit heb je ook, hè, die stoffige, droge delen. Ja, dit is ook een topplaatje. Kilimanjaro, hoogste berg van Afrika. Met nog een beetje sneeuw. Dus ook dat is bijzonder. Oefening in nachtfotografie. Ik zag het draaiboek te lezen. Ik zag dat er een mooie plek voor beschreven was met die dode boom. Die zie ik hier nu terug. Ook leuk om te oefenen. En is natuurlijk weer een hele andere tak van sport. Hè? Dus ook dat zit erin. We zullen met name landschapfotografie doen. Natuurlijk dierenfotografie, wildlife fotografie en nachtfotografie. Uh,
Ja, het is geen goedkope reis, maar het voordeel van deze reis is dat er eigenlijk bijna alles in zit. Nou, als je behalve een ballontocht is dan extra wat voor je, een drankje, misschien wat souvenirs. En Trace van Nationale Park, we gaan dus bijna elke dag wel naar Nationaal Park toe. Die is echt best fors in Oost-Afrika. Om je idee te geven, Serengeti en de Masai Mara betaal je $80 per persoon per dag voor. En dan heb je het nog niet over het voertuig waar je voor moet betalen, de gidsen zelf die iets moeten betalen. Dus die prijs die komt gewoon wel ergens vandaan. Je zit ook niet met z'n twintigen in een vrachtwagen. Je zit gewoon in safari-voertuigen. Ja, alles zit erbij. Misschien kan Jolanda er nog iets meer over vertellen. Nee, Maar. alle maaltijden er zitten bij in, ontbijt. De lunch is meestal in een lunchbox die je meekrijgt voor onderweg. Diner zit erbij in, het vervoer zit erbij in. Nou, eigenlijk zit alles inclusief. Eigenlijk ben je ter plekke bijna niks meer kwijt. We zeggen altijd, als je zo'n €100 aan zakgeld per week rekent, dus voor 2 weken €200, heb je al je souvenirtjes voor gekocht, heb je de gidsen een voortje gegeven. Dat kun je allemaal voor die €200 doen. En meer geld ben je ook niet kwijt. Alles heb je eigenlijk van tevoren al bij de reissom inbetaald. Vliegtickets zitten bij in, echt alles zit erbij in. Even aan jou over. Ja, dit zijn de data voor 2021 en 2022. De fotosafari Kenia-Tanzania hebben we dit jaar nog staan. We hopen oprecht dat die door kan gaan. Kenia en Tanzania gaan gewoon reizen naartoe. Alleen de Nederlandse overheid heeft hem op oranje gezet. En zolang iets op oranje staat, gaan wij er als officiële reisorganisatie niet naartoe. Maar je kunt er op zich op dit moment wel prima naartoe. Daarnaast hebben we dus voor 2022 hem ook weer staan, 21 juli tot en met 3 augustus. Ook daar zijn trouwens al deelnemers voor. En de fotoreis Tanzania die staat van 25 januari tot en met 7 februari 2022. En Nou, als als ik het goed foto. begrijp, Jolanda, Wat dan zei je? gelden zeg maar de huidige boekingsvoorwaarden ook voor 22, hè, als je nu zou boeken. Ja, als je nu boekt, ook voor 2022, dan hoef je ook nog niks aan te betalen. Dan heb je diezelfde coronavoorwaarden. Aanbevolen fotoapparatuur. Een camera met een standaard groothoeklens voor je landschappen. Een telezoomlens voor de dierenfotografie. Maar ook bijvoorbeeld voor het straatleven is het heel handig. Nou, als je een cropcamera hebt, zou het tot 400 mm. Heb je een full frame, dan zou ik zeggen van zorg dan in ieder geval 600 mm lens te hebben. Een macro lens kan handig zijn. En dan met name voor de fotoreis Tanzania, voor de fotosafari heb je die iets minder nodig. Dan had ik het al gehad over een beanbag. Een beanbag is eigenlijk een soort zak. Dat kan gevuld worden met bonen of met rijst of met iets anders. Die neem je dus leeg mee. Wij zorgen dat onze gidsen de bonen bij zich hebben. Zorg ervoor dat je beanbag niet te groot is. Je kunt je fotozaken kopen, je kunt hem ook zelf maken. Maar sommigen kopen hele grote en dan gaat er echt kilo's en kilo's aan bonen in. En dan til je helemaal een breuk. Een kleine beanbag is echt genoeg. Zorg wel dat er een band aan zit die je aan de auto vast kan knopen, dat die niet naar buiten valt. Je kan namelijk niet zomaar de auto uitstappen om je beanbag weer even op te pakken. Want zolang jij in de auto zit, ziet een roofdier jou niet als prooi. Ben je gewoon onderdeel van die auto. Maar zodra je uitstapt en los bent van de auto, dan ben je voor een roofdier ineens dat lekkere hapje. Dus ja, valt je beanbag en heb je hem niet vastzitten, dan heb je wat dat betreft pech gehad. Daarnaast zorg voor voldoende snelle geheugenkaartjes. Een extra accu en oplader. Want het is natuurlijk heel jammer als je halverwege de dag zit en je kan ineens niet verder fotograferen. Filters eventueel, en dat is met name voor de fotoreis Tanzania, niet voor de fotosafari. Statief en afstandsbediening. Voor de safari-reis heb je een statief eigenlijk alleen maar nodig voor het fotograferen van de Melkweg. Voor de rest gebruik je eigenlijk geen statief. Een keer een zonsondergang misschien. Dus als je een statief mee wilt nemen, neem dan gewoon een klein reisstatiefje mee, omdat ik me eigenlijk bijna niet nodig heb.
En verder schoonmaakdoekjes en schoonmaakpennen. Nou, wat neem je verder mee? Dunne laagjes lichtgekeurde kleding. Geen blauw of zwarte kleding. En dan vooral geen donkerblauw. Dit in verband met het cc-vlieg. Die is namelijk gek op blauw. En nou, die word je helemaal lek geprikt als je iets donkerblauws aan hebt. In het park zie je ook overal van die doeken met blauwe doeken in gif gedrenkt om het cc-vlieg tegen te houden. Daarnaast een warme trui voor de avonturen is wel lekker. Zwemkleding, want sommige van de hotels die hebben een zwembad. Zaklantaarn, de elektriciteit die is niet altijd even goed als die bij ons in Nederland is. De elektriciteit kan wel eens uitvallen, dan is het wel handig als je je weg naar de wc bijvoorbeeld weet te vinden met een zaklantaarn. Uiteraard je medicatie, zonnebril, hoofdbescherming, zonnebrandmiddel. Insectenspray is wel heel belangrijk. Voor de safari-reis voor het Kenia-gedeelte een navulbare waterfles met een beetje brede opening. Want in Kenia hebben we in de auto een hele grote watertank waar je dus continu je flesjes kan laten vullen met water om op te drinken onderweg. In Tanzania krijgen we kleine flesjes water steeds mee. En wat ook belangrijk is, je mag geen plastic tasjes invoeren in beide landen. Heb je een plastic tasje, dan wordt het op het vliegveld ingenomen. Nou, de bagage. 23 kilo bagage mag je officieel mee. Maar zoals je net gezien hebt, de jeeps zijn niet heel erg groot. Ze hebben weinig bagageplek. Dus neem alsjeblieft niet veel mee. Onderweg kun je wassen op plekken waar we meer dan één dag verblijven. Dus liefst een flexibele rugtas, plunjetas of iets dergelijks. Maar niet een te grote tas. Statief moet je altijd in je ruimbagage stoppen als je die meeneemt. Want die kan door het vliegtuigpersoneel of de douane als een wapen worden gezien. Dus statief moet je altijd in je ruimbagage doen. Daarnaast mag je dus wel je fototas mee met officieel een maximaal gewicht van 12 kilo. We vliegen met KLM of een partner van KLM. Dus het gewicht is vrij hoog wat je mee mag nemen. Paspoort, die moet nog 6 maanden na vertrek geldig zijn. Dus let daar even op, dat die niet 2 maanden nadat je er bent afgelopen is, want dan kom je het land niet in. Tegenwoordig kan je de visa die je moet aanvragen, kan je online doen. 2 jaar geleden moesten we nog echt met ons paspoortje naar de ambassade toe. Dat hoeft inmiddels niet meer, het kan gewoon online. Wacht daar maar wel, tot je van ons te horen krijgt welke gegevens je allemaal in moet vullen. Want je moet namelijk niet zeggen dat wij de lokale gids zijn, maar je moet onze lokale gidsen invullen, compleet met hun registratienummer en alles. Een visa kan je ook niet eerder dan 3 maanden van tevoren aanvragen, want anders is hij namelijk niet meer geldig, want hij heeft maar een geldigheid van 3 maanden. Dus als je hem 4 maanden van tevoren zou aanvragen, is je visum al afgelopen voordat jij überhaupt naar Tanzania gaat. Dus wacht daarmee tot wij zeggen dat je dat soort dingen kan doen. Je krijgt van ons precies op papier wat je in moet vullen. Alle vragen eigenlijk kouwen we al helemaal voor. Dus dat is piece of cake, zeg maar. Je moet een vaccinatieboekje mee. En er wordt ook altijd gecontroleerd bij de grens of je de gele koorts prik hebt gehad. Nou, wij zijn geen dokter. Wij mogen geen medicijnadvies geven. Dit zijn in principe de dingen die worden aanbevolen. De cholera-stempel hoef je helemaal niks voor te doen. Die krijg je van de GGD gewoon omdat wij uit een niet-cholera-gebied komen. Dus je hoeft geen vaccinatie of medicatie ervoor te hebben. Je moet alleen het stempeltje even bij de GGD ophalen. Nou, geldzaken. Je kunt op het vliegveld pinnen. Onderweg zijn er ook diverse pinmogelijkheden. Dat is helemaal geen probleem. Voor Kenia kan je het geld van tevoren bij het grenswisselkantoor halen. Tanzania kan het niet, want je mag geen, in Nederland is geen Tanzaniaans geld te krijgen. Wil je cashgeld meenemen, neem dan Amerikaanse dollars van 2006 of nieuwe mee, want oudere dollars accepteren ze niet. Maar liever geen cashgeld om te wisselen, want dat duurt enorm lang bij de banken en dan staat iedereen enorm lang op jou te wachten. Dus liever gewoon pinnen met je pinpas. Vergeet dan niet je pinpas op wereld te zetten. Creditcard kan maar heel beperkt, omdat vaak is er geen goede wifi en ja, dan kan je gewoon niet met een creditcard betalen. Wat ik al had gezegd, zakgeld. Nou, als je voor 2 weken in totaal 200 euro mee hebt, dan
dan kom je een heel eind tijdens deze reis. Elektriciteit is 240 volt, net als bij ons. Ze hebben wel een andere stekker daar. Ze hebben dezelfde stekker als ze in Engeland hebben. Het is in de zomer 1 uur later dan in Nederland. En in de winter is het 2 uur later dan in Nederland. Nou, dit waren zo de gegevens. Als je de reis boekt, krijg je van ons ook alles op papier. En nu was het natuurlijk, ja, dan gaat het best redelijk snel even. Dus ik kan me voorstellen dat je niet alles zo snel hebt kunnen volgen. Je krijgt van ons alles uitgebreid op papier. We helpen je overal mee. We helpen je met de aanvraag van het visum en alles. Dus dat is allemaal geen enkel probleem. Ik wil nog even een keer wijzen op de coronavoorwaarden. Het is gewoon heel belangrijk om je een plekje te verzekeren op jouw favoriete fotoreis. Je hoeft nog geen aanbetaling te doen, ook dus niet voor 2022. Dus gaat de reis toch niet door de corona, ben je geen geld kwijt. Je hoeft pas te betalen als de reis definitief doorgaat. Gaat de reis niet door, vervalt ook de betalingsverplichting. Die coronavoorwaarden die kun je op onze website vinden. Let wel op, het is geen optie. Je doet wel een definitieve boeking bij ons. Dus gaat de reis door en zijn er geen beperkingen, dan is ook de bedoeling dat je wel meegaat. Mensen die snel boeken, die voor 28 februari 2021 een reis bij ons boeken, maken kans op een reisfoutje te waarde van 50 euro. We verloten in totaal onder de snelboekers 3 reisfoutjes. Dus je hebt 3 keer kans op 50 euro korting op jouw favoriete fotoreis. Schrijf je ook vooral in voor onze nieuwsbrief als je dat nog niet gedaan hebt. We kondigen vaak hele interessante blogs aan over fotografieonderwerpen. We hebben de fotocursussen op onze website staan. We kunnen ook lezingen voor bijvoorbeeld fotoclubs geven. Op dit moment met corona is het even wat lastiger, maar die gaan straks ook weer starten. En er staan gewoon heel veel positieve reviews. Dus ben je nog niet overtuigd door ons verhaal, dan kun je altijd op de website even de reviews lezen. Nou, heb je nog vragen? Je kunt nu nog vragen stellen. Je kunt een mail sturen naar info@fotografiereizen.nl. Vergeet niet het streepje ertussen. Als je je telefoonnummer in de mail zet, kunnen we je eventueel ook terugbellen. En je kan ons tot vanavond 10 uur bellen. Nou stop ik even de presentatie en dan vraag ik even aan collega Patrick, want die heeft volgens mij steeds de Q&A zitten beantwoorden, of jij nog een paar interessante vragen hebt die voor iedereen misschien interessant zijn. Nou, ik krijg net een vraag nog binnen van: geldt de kans op een voucher ook voor de supersnelboekers, oftewel degene die al geboekt hebben? Hangt er vanaf wanneer je geboekt hebt. Als het een boeking van vorig jaar is, dan geldt het niet meer. Oké, en dan krijg je van... Als de boeking van dit jaar is, dan geldt het wel. Oké, ik krijg van Ad de vraag van: is er een totaalprijs genoemd voor de reis? Wat kost de reis dus? Een hele goede. Ik weet de prijs niet aan mijn hoofd. Ik moet even kijken. Voor de Tanzania-reis momenteel is het €3795. En voor de fotosafari Kenia Tanzania, inclusief dus alles wat we net genoemd hebben, hè, is €4995. Ik heb hem toevallig openstaan hier. Een vraag die een paar keer voorbij gekomen is ook, is de vraag van: oké, ik wil op de vogels fotograferen, heb ik dan voldoende aan een 200 mm lens? Nee. Nee, als je vogels wilt fotograferen, zelfs op een kropcamera met 200 mm kom je niet dicht genoeg bij. Dan is het echt een heel klein vogeltje op jouw foto. Dus dan heb je echt wel een wat langere telelens. Of een telelens met een converter ertussen. Dat is natuurlijk ook een oplossing. Hè? Dan, als je een converter tussen je telelens doet, dan kan je bijvoorbeeld de afstand van je telelens of 1,4 keer, als je een 1,4 keer converter hebt, of 2 keer verlengen. Dus dan worden 200 mm, worden 400 mm. Zet je dat op een kropcamera ook nog eens een keer, dan heb je 640 mm. Dan ben je een heel stuk heen. Dan lukt het wel. Maar 200 mm voor vogeltjes fotograferen. Vogeltjes zijn vrij klein. Kijk, de olifant wil wel, dat is een groot dier. Maar vogeltjes zijn vrij klein, is 200 mm echt te weinig.
En dan, als je een converter ertussen doet, zou ik eerder voor de 1,4 gaan. Omdat je met 2 bij sommige merken toch wel echt kwaliteitsverlies en lichtverlies hebt. Ja. Oké, okay, en dan kreeg ik nog een vraag van, oké, okay, wat voor soort hotels zit je? We zitten in tented camps, meestal. Soms hebben we ook hotels. Vaak zijn de tented camps veel luxer dan de hotels. Tented camps moet je eigenlijk voorstellen als een soort huisje. Alleen in plaats van dat je dan stenen muren of betonmuren hebt, heb je een canvasmuur. Maar het is vaak gebouwd op een betonnen ondergrond. En ook het badkamergedeelte, zeg maar, in de wc is afgescheiden gewoon door een betonnen of een stenen muurtje. Dus het zijn hele luxe onderkomens. Vaak hebben we nog liever een tented camp dan een hotel. We hebben ook een aantal hotels. Vooral in de fotoreis Tanzania zitten ook hele mooie hotels in. We hebben echt hele mooie hotels met mooie zwembaden. Ik zie hier trouwens ook een vraag staan van Suzanne. Kenia, Tanzania is altijd in de zomervakantie. Of maken jullie deze reis ook wel eens in bijvoorbeeld september? Nou, we gaan bewust in juli, omdat we juist die rivercrossing van de Gnoes willen zien. En deze steken dus eind juli, begin augustus, steken die over van Tanzania via de Mara rivier naar Kenia. Gaan we in september, dan heb je kans misschien dat je ze op de terugweg ziet, want dan beginnen ze weer ongeveer aan de terugweg. Maar hangt vanaf wanneer september. Als je begin september gaat, heb je grote kans dat je helemaal niks ziet. Dus we gaan juist, en dat doen we met al onze fotoreizen. Met al onze fotoreizen gaan we bewust in bepaalde periodes. Het zijn niet altijd goedkoopste periodes. Dit is ook echt de duurste periode. De hotels zijn ook in deze periode echt de duurste. Want ze weten daar natuurlijk ook donders goed, hè, dat het echt het seizoen is dat je er moet zijn. En daarom zijn hotels ook, Die zijn heel duur. Maar met alle onze reizen, niet alleen deze, met alle onze reizen zorgen we altijd op de juiste momenten op de juiste plekken te zijn. Om een voorbeeldje te noemen, onze fotoreis naar Brazilië gaat in september, omdat je dan de Jaguar kan spotten in de Pantanal. Heel veel reizen zeggen van kans op het spotten van de Jaguar en dan is de kans misschien 2% of zo. Terwijl wij dus in periodes gaan dat de kans ook echt een hele grote kans is. En dat vinden wij bijzonder, want wij willen onze reizigers juist dat ultieme gevoel meegeven. Had je nog meer, Patrick? Nog meer interessante vragen? Nou, ik heb sowieso alles zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Ik krijg nog wel een vraag van, joh, is het stoffig in de jeeps? Moet ik een beschermhoes meenemen? Ja, het is heel erg stoffig in de jeeps. Dus ook een beetje afhankelijk van het seizoen, maar in deze periode een grote kans van. Ja. En dan denk ik dat wordt de presentatie opgenomen, zodat we later terug kunnen kijken. Ja, jullie krijgen in de mail nog een link van ons, zodra we hem geplaatst hebben. Dus hij, als het goed is die opgenomen. En dan kun je alles nog even rustig nakijken. En dan denk ik dat we de meeste gehad hebben. De fotobesprekingen, daar hebben we het denk ik nog niet zo over gehad. Ah, ja. Mensen vragen vaak van, moet ik voor de fotobespreking ook een laptop meenemen? Dat hoeft niet. Wij hebben laptops mee. Wil je eventueel onze laptop gebruiken om je foto's te bewerken of je foto's op een andere device op te slaan of weet ik veel wat, mag dat ook. Je mag onze laptop wat dat betreft lenen. Wij zorgen dat we een laptop bij ons hebben. Dus je hoeft in principe geen laptop mee te nemen. Is niet nodig. Ook zie je nog een leuke vraag. Na afloop van de reis zie je thuis de zelfgemaakte foto's op de pc beter dan op het display van je camera. Mag je dan enige foto's naar iemand van fotografiereizen sturen voor kritiek of commentaar? Ja, zeker, dat mag altijd. We blijven ook na een reis altijd beschikbaar om je te helpen, je foto's even te beoordelen. Of als je een vraag hebt van nou eigenlijk wil ik dit of dat aanschaffen qua apparatuur, kun je wat advies geven of zo. Altijd prima, we blijven altijd beschikbaar. Is er nog iemand met een hele dringende vraag? Of hebben we alles inmiddels zo ongeveer beantwoord? Ik zie nog iets binnenkomen in de Q&A. Ik neem altijd een iPad mee waar ik tijdens de reis mijn foto's op
al op kan bekijken. Ja, dat is een mogelijkheid. Ja. Nog mensen met dringende vragen? Nou, ik krijg wat complimentjes binnen. Dat is ook leuk. Nou, ik hoop dat jullie ook wat geleerd hebben over, over de landen Kenia en Tanzania. Niet alleen de reis zelf, maar ook gewoon informatie over, over de gebieden en over de landen. Dan dank ik jullie heel hartelijk voor jullie aanwezigheid. Ook namens Patrick en Dirk die samen de presentatie met mij gedaan hebben. En nou, tot ziens. Dan ga ik bij deze de sessie afsluiten. En allemaal bedankt. Oh, komt nog van alles dankjewel binnen. Tot ziens allemaal. Doei!